Het wordt steeds drukker in Rotterdam, ook in het verkeer. En we hebben steeds minder ruimte. Waar willen die Rotterdamse ruimte nog voor gebruiken? En wat hebben ze daarvoor over? We vroegen het op straat. Vooral hier op de Meen, dat gaat echt nergens over. Het is altijd heel druk. Uiters gaan hard rijden en dat soort dingen van die gasten in Volkswagen Golf, die zijn weet ik veel. Op zich vind ik het wel gezellig, gezellig druk. Ik heb er geen last van. Ik denk dat het 10, 20, 25 keer per dag gebeurt dat ik met een tafel sta te praten. Dat er een auto keihard voorbij komt rijden en dat ik moet wachten totdat de auto weg is om vervolgens verder te gaan. En ik heb er oprecht gewoon last van. Ik woon hier zelf ook om de hoek. Ja, er zijn avonden dat ik letterlijk wakker word van de auto's. Dat is niet. Het is echt een groot probleem, naar mijn mening. Ik heb een auto, ik heb een fiets en ik maak ook veel gebruik van elektrische scooters. Dat is voornamelijk als ik moet verplaatsen in de stad, doe ik dat liever gewoon lekker de wandelwagen of met een elektrische scooter. Dat is mijn voorkeur. Op de lange termijn zou je toch moeten zeggen van ga bijvoorbeeld wat je nu op de rit doet. Ja, sluit het af en nu ook hier. En dan s'avonds na, laten we zeggen, na 9 uur, van 9 tussen 9 en 1, dat zou continueren. De ideale situatie zou ik zeggen, het hele centrum gewoon autovrij. Dat lijkt mij het allerbeste. Of elektrische auto's vind ik prima, of kleine auto's of weet ik veel. Maar niet dat mensen hier met enorme wagens en weet ik veel. Het hele centrum autovrij lijkt mij het best. Precies zoals je ziet op de wit nu, dat gaat hartstikke goed. Je zit daar hartstikke lekker. Ik heb daar avonden gezeten dat ik bijna doodgereden werd terwijl ik het terras afliep. Dat ik denk, ja, dat is gewoon echt een groot probleem. Ik denk, ja, het centrum autovrij lijkt mij de beste optie. Maar dat is natuurlijk wel ver van nu.